En toen heb ik contact opgenomen met het ziekenhuis. En toen is het balletje gaan rollen. En ben ik in medische test en een psychologische test ben ik terechtgekomen. En ik ben uitgekozen door Peter de Koning van Oogziekenhuis Zonnestraal. Die was toen eigenaar van dat ziekenhuis, niet meer. En die heeft me uitgekozen als een van de drie mensen. En wat heeft hij je beloofd? Op dat moment werd er niks beloofd. Ik zou de chip krijgen, maar er was op dat moment wel zoiets van... ja, je gaat weer licht en donker ga je onderscheiden en contouren. En ja. Dat is eigenlijk echt uitgekomen. Dus, maar er waren geen verwachtingen van je gaat 80...